Goedemorgen iedereen. Ik open hier bij deze academische zitting waarin de heer De Wulf zijn academisch proefschrift in het openbaar zal verdedigen. Also a welcome to any people participating in livestream and to our member of the board of this committee, Dr. Augenstein, who is with us from the United States and at the moment visible on the side screen. In general, all discussions will be in Dutch, except for the part by Dr. Augenstein. So I now switch to Dutch again. Alvorens wij zo dadelijk aan de oppositie beginnen en de kandidaat aan zijn verdediging, zal laatstgenoemde een kort overzicht geven van de door hem verrichte onderzoekingen en een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies. Ik verzoek u nu aan die voordracht te beginnen en wens u het komend uur veel succes. Dankjewel. Geachte prorector, geachte leden van de beoordelingscommissie, beste familie, vrienden, collega's. Ik neem jullie graag even mee doorheen de verschillende hoofdstukken van mijn proefschrift. En als we de titel even vrij vertalen, dan komen we al snel uit bij recente ontwikkelingen in de buikwandchirurgie. De subtitel betekent aanbreken van het robottijdperk. Mijn proefschrift is opgedeeld in drie hoofdstukken. Deel 1 gaat over liesbreuk, deel 2 over parastomale hernia, deel 3 gaat over ventrale hernia en uiteraard starten we met een korte inleiding. Nu, wat is de buikwand? Als we het menselijk lichaam gaan bekijken, dan zien we daar een borstholte en een buikholte met tussenin het middenrif of het diafragma. Rondom de buikholte is het peritoneum of het buikvlies. En dat is als het ware een soort ballon waar alle intra-abdominale organen, dus alle buikorganen, in liggen. Rondom dat buikvlies heb je dan de eigenlijke buikwand. En die is opgebouwd uit spieren en peesbladen. Daar nog een keer omheen krijg je dan het onderhuidse vetweefsel en dan uiteraard nog de huid. Nu, wat is een buikwandbreuk of een hernia? Als we op dit plaatje opnieuw de drie lagen van daarnet even afbeelden, dan zie je dat in de blauwe laag, dus in de buikwand, dat daar een defect aanwezig is. En een hernia of een buikwandbreuk is eigenlijk een uitstulping van het buikvlies, al dan niet doorheen een zwakke plek of een opening in die buikwand. En hier zie je dat de dunne darmlissen doorheen die breukpoort naar buiten toe uitstopen. Een breuk of een hernia kan op verschillende plaatsen in het lichaam voorkomen. Het meest gekend is uiteraard de liesbreuk. Het lieskanaal is van nature een zwakkere plek in de buikwand. En als daar een breuk ontstaat, als een defect ontstaat of een verzwakking, dan krijg je daar een liesbreuk. Dat kan ook ontstaan naast een stoma. Een stoma dat creëer je door een dunne of een dikke darmlis doorheen de buikwand naar buiten te brengen. Dus van nature maak je eigenlijk al een defect in de buikwand. Dat blijft een zwakkere plek en dat kan aanleiding geven tot een parastomale hernia. Dat kan ook waar een litteken wordt gemaakt. Dan gaat het bindweefsel daar vaak verzwakt zijn en dan kan je daar ook doorheen die verzwakking of doorheen dat defect een littekenbreuk ontwikkelen. En de navel is ook een van nature zwakkere plek in de buikwand. En daar kan dan een navelbreuk ontstaan. Nu, wanneer een breuk aan de voorzijde van de buikwand ontstaat, dan spreken we van een ventrale hernia. Wat doen we daarmee? Als dat klachten geeft, kan je dat opereren. En dan proberen we doorgaans dat defect te sluiten. En dan wordt meestal ook een mesh gebruikt. Nu, een mesh is meestal een synthetisch materiaal dat gebruikt wordt om dat defect te gaan overlappen. In Nederland noemen we dat een mat of een matje. In België heet dat een net of een netje. Dat matje of dat net kan je op verschillende plaatsen in de buikwand achterlaten, ofwel onder het onderhuidse vetweefsel ofwel achter de spier, voor het buikvlies of in de buikholte zelf. Nu, robotchirurgie. Wat is robotchirurgie? We spreken van open of klassieke chirurgie wanneer een operatie wordt uitgevoerd via een grote incisie, zoals je hier bovenaan ziet. En wanneer je die operatie tussen aanhalingstekens met mes en vork gaat uitvoeren. Robotchirurgie is eigenlijk een vorm van kijkoperatie. Een kijkoperatie betekent dat je de ingreep uitvoert via kleine incisies. En in het geval van robotchirurgie, dat zie je hier onderaan op de foto, zit de chirurg eigenlijk op afstand van de patiënt, in de zogenaamde console, en gaat hij van daaruit de robotarmen bedienen van op afstand.
Binnenin ziet dat er dan zo uit. Hier zie je eigenlijk dezelfde operatie die wordt uitgevoerd. Bovenaan via open chirurgie en onderaan via robotchirurgie. En dan zie je dat de chirurg van op afstand die armen gaat bedienen en op die manier via kleine incisies de operatie gaat uitvoeren. Dat brengt ons bij deel 1. In deel 1 worden twee hoofdstukken beschreven omtrent liesbreuk. De eerste studie is de Big Wig-studie. Big Wig betekent letterlijk grote pruik. En dat komt uit de tijd van Louis XIV, waar de grootte van je pruik weergaf wat je te zeggen had in de maatschappij. De Big Wig-studie gaat over een beiderzijds liesbreukherstel. We weten dat als je een liesbreuk herstelt via kijkoperatie, dan maak je de blaas los van het schaambeen. En dan ga je een netje of een mesh daartussen plaatsen. Dus dat betekent ook dat die mesh voor een grote oppervlakte in contact komt met de blaas. Nu, we hebben gekeken in de Big Wig-studie bij 100 mannelijke patiënten. Als je een beiderzijds liesbreukherstel uitvoert, wat dat nu doet met plasklachten. En je ziet hier in dit filmpje de standaard techniek uit deze studie, waar één grote mesh of één groot matje wordt gebruikt die de twee liesopeningen gaat overlappen. En je ziet ook dat dat een zelffixerende mesh is. Dat is een soort velcro-stof met kleine weerhaakjes. En we hebben gekeken in deze studie wat dit nu doet met plasklachten en kwaliteit van leven. We hebben kunnen terugvinden dat eerder de liesbreuk zelf plasklachten lijkt te geven en dat een herstel daarvan toch met deze techniek die plasklachten gaat verbeteren en dat het gebruik van dit net althans geen plasklachten lijkt te induceren of veroorzaken. Hoofdstuk 3 gaat over een specifiek subtype van liesbreuk. Liesbreuk na prostaatchirurgie. We weten dat als een prostaatoperatie wordt uitgevoerd, dat dat littekenweefsel geeft tussen de blaas en het schaambeen. En het is net daar dat een liesbreukoperatie met kijkoperatie moet worden uitgevoerd. Richtlijnen zeggen dan ook dat je in dat geval een open ingreep moet uitvoeren en dat het de eerste keuze is om een liesbreuk na prostaatchirurgie te gaan opereren. We hebben eigenlijk teruggekeken in hoofdstuk 3 bij ons patiëntenbestand, wat nu robotchirurgie kan betekenen bij dit soort patiënten. In het filmpje zie je hier een blik binnen in de buik en je ziet dat daar witte strengen aanwezig zijn, dat is littekenweefsel. En dit is een patiënt die vroeger een prostaatoperatie heeft ondergaan en dus nu duidelijk een liesbreuk heeft. We hebben bij 45 patiënten gekeken, 22 werden daarvan met robotchirurgie geopereerd, 21 via een open ingreep. En we hebben kunnen vaststellen dat robotchirurgie in dit geval veilig lijkt en misschien zelfs enkele voordelen kan opleveren ten opzichte van een open ingreep. Dat brengt ons bij deel 2. Deel 2 beschrijft een tweetal hoofdstukken van parastomale hernia. Parastomale hernia bij een specifiek subtype van stoma, een urostoma. En een urostoma is eigenlijk een stukje dunne darm dat wordt gebruikt om de urine te gaan verzamelen na het wegnemen van de blaas. Dus als de blaas weg is, dan verzamelt de urine in een stukje dunne darm en dat wordt dan als een stoma naar buiten gebracht. We weten dat dit soort stoma's breuken nabij dit soort stoma's moeilijk te behandelen zijn. En we hebben in hoofdstuk 4 gekeken wat daar nu over gekend is in de literatuur. We hebben een zogenaamde systematic review uitgevoerd. Dat is eigenlijk een chic woord om te zeggen dat je op een gestandaardiseerde manier gaat kijken wat er in de literatuur is beschreven. We hebben helaas moeten vaststellen dat beschikbare studies een matige kwaliteit hebben en dat nazicht van de literatuur eigenlijk niet toelaat om een optimale behandeling te gaan identificeren. Dat brengt ons bij hoofdstuk 5. In hoofdstuk 5 hebben we de vrijheid genomen om te beschrijven hoe wij dit soort breuken behandelen. En een paar tips en tricks geformuleerd over hoe je kan omgaan met moeilijkheden die je vaak aantreft bij dit soort operaties. We hebben een flowchart ontwikkeld afhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van een littekenbreuk ter hoogte van de middenlijn, samen met die parastomale hernia, zijn wij ervan overtuigd dat je een verschillende techniek moet gebruiken, die ook sterk afhankelijk is van hoe dat stoma eruit ziet eens je aan de operatie bezig bent. We hebben helaas moeten vaststellen dat ook bij onze patiënten dit een aanzienlijke hoeveelheid complicaties geeft. En wij denken dat de optimale chirurgische techniek sterk afhankelijk moet zijn van de specifieke situatie van elke patiënt. Dat brengt ons alweer bij deel 3. Deel 3 gaat over ventrale hernia's, dus breuken die aan de voorzijde van de buikwand voorkomen.
En hoofdstuk 6 is eigenlijk een soort inleiding daarop. Er bestaan heel veel oordelen of vooroordelen over robotchirurgie. Het zou tijdrovend zijn, het zou duur zijn en er zou niet echt een voordeel zijn voor de patiënt. En in hoofdstuk 6 hebben we beschreven, aan de hand van onze ervaringen bij het systematisch implementeren van robotchirurgie voor de buikwand, wat nu het antwoord is op de vraag of dit nu effectief voordelen of vooroordelen of oordelen moeten zijn. Ook daar wordt deels een persoonlijke mening in beschreven. Een deel omtrent ventrale hernia en liesbreuk is aan de hand van studies in de literatuur ook beschreven. Hoofdstuk 8 gaat eigenlijk over iets helemaal anders. Hoofdstuk 8, daar worden de vijfjaarsresultaten van de primaatstudie beschreven. Nu, de primaatstudie is een studie die is uitgevoerd bij patiënten die een open herstel van een aorta-aneurysma moesten krijgen. Dus een uitzetting van de grote lichaamsslagader. We weten dat die patiënten heel vatbaar zijn voor het ontwikkelen van littekenbreuken. Ongeveer de helft van die patiënten zou op termijn een littekenbreuk ontwikkelen. En in de primaatstudie zijn tussen 2009 en 2013 hebben 8 Belgische centra daaraan deelgenomen. En werd bij 1 groep patiënten een preventieve mat geplaatst. Dus dan bij de eerste operatie werd dan een mesh achtergelaten bij het sluiten van de buik. Bij de andere helft van de patiënten werd de buik gewoon dichtgemaakt op de klassieke manier, dus met naald en draad. De belangrijkste resultaten van deze studie zijn in deze grafiek weergegeven. Hier zie je hier op de horizontale as de tijd, dus tussen 0 en 5 jaar. Op de verticale as zie je de hoeveelheid littekenbreuken die in elke groep patiënten zijn voorgekomen. De blauwe lijn geeft de patiëntenpopulatie weer die geen mesh, dus geen preventieve mat, heeft gekregen bij de eerste operatie. En dan zie je dat na 5 jaar ongeveer de helft van die patiënten een littekenbreuk ontwikkelt. De rode lijn geeft de patiëntengroep weer die wel een preventieve mat heeft gekregen. En binnen deze studie hebben we bij deze groep patiënten geen littekenbreuk kunnen diagnosticeren. Hoofdstuk 7 sluit daar nauw bij aan. Daar hebben we een enquête gedaan onder Belgische en Nederlandse vaatchirurgen die uiteindelijk dit soort ingrepen uitvoert of zij nu deze preventieve mesh al of niet gebruiken. En de resultaten zijn daar eerder verrassend, misschien ontgoochelend. En dan zie je dat een kleine minderheid van die vaatchirurgen een preventieve mat gebruikt. Dus daar is toch wel een belangrijke tegenstelling te beschrijven. Tot slot komen we bij hoofdstuk 9 tot 11. In hoofdstuk 9 tot 11 wordt de TAR-techniek nader bestudeerd. Nu, de TAR-techniek is een techniek die wordt gebruikt bij de behandeling van complexe littekenbreuken. TAR staat voor Transversus Abdominis Release en daarbij wordt een van de schuine buikspieren losgemaakt van de rechte buikspieren. Kort gezegd. Deze operatie is sinds 2012 gekend en werd eerst via een open ingreep uitgevoerd. Maar meer en meer chirurgen gaan dit ook via robotchirurgie doen. En daar is heel weinig over geweten. We hebben in hoofdstuk 9 teruggekeken in het patiëntenbestand uit Gent en uit Oulu in Finland. En gekeken wat nu de resultaten zijn van patiënten die dit soort chirurgie hebben gekregen. We hebben uiteindelijk in 90 patiënten die een robotoperatie hebben gekregen en 79 patiënten die een open operatie hebben gekregen, kunnen terugkijken. En we hebben gezien voor eerst dat de lengte van de hospitalisatieduur, dus de duur dat patiënten na de operatie in het ziekenhuis zijn, duidelijk korter is bij robotchirurgie, ongeveer 3,4 dagen. Bij open chirurgie was dat 6,9 dagen gemiddeld. En ook de hoeveelheid complicaties was duidelijk lager in geval van robotchirurgie. Nu, dit zijn resultaten waarbij je terugkijkt. En dat is denk ik wel belangrijk. Dus dat betekent ook dat de chirurg heeft kunnen kiezen welke techniek hij voor welke patiënt heeft gebruikt. En daarom hebben we in hoofdstuk 11 een studieprotocol beschreven voor de ROCSTAR-studie. De ROCSTAR-studie is eigenlijk een studie die we binnenkort willen gaan starten in 12 à 13 Europese centra, waarbij we eigenlijk willen gaan randomiseren tussen open en robotchirurgie. Nu, wat betekent randomiseren? Dat betekent eigenlijk dat je in een volledige patiëntenpopulatie die deze operatie moet krijgen, via loting gaat bepalen welke techniek ze krijgen voor hun behandeling. En in dit geval willen we gaan randomiseren tussen open chirurgie en robotchirurgie.
En we weten dat wanneer je in de toekomst kijkt en wanneer je via loting bepaalt welke techniek patiënten krijgen, dat de studieresultaten veel betrouwbaarder zijn en dat je met meer vertrouwen kan zeggen of een bepaalde techniek beter, slechter of misschien even goed kan zijn. Dat brengt ons al bij enkele conclusies. Wat betreft deel 1 hebben we gezien dat lisbrugherstel na prostaatoperatie met robotchirurgie veilig is en misschien voordelen kan geven ten opzichte van open chirurgie. Betreft deel 2 lijkt een parastomale hernia dat bij een urostoma een uiterst gepersonaliseerde aanpak te vragen. In deel 3 lijkt een profilactische mesh of een preventieve mesh een veilige en effectieve manier te zijn om de kans op een littekenbreuk te verkleinen na open aortachirurgie. En tot slot lijkt een complex buikwandherstel met robots voor een kortere opnameduur te zorgen en minder complicaties te geven dan open chirurgie. Dan dank ik u voor uw aandacht en geef ik het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel, meneer de Baron Grendes, voor dit overzicht. We gaan nu over tot de oppositie. Zoals ik al zei, die is in het Nederlands, behalve voor dokter Augenstein. She's addressing us in English. De oppositie wordt nu geopend door professor Olde Damink. Hij is hoogleraar translationele GE-chirurgie. En hij is vandaag tevens secretaris van deze promotiecommissie. Verder kan ik melden dat alle leden van de beoordelingscommissie van het manuscript aanwezig zijn. Op zich al een prestatie die niet meer zoveel wordt vertoond. En ik zal dus ook niet iedereen apart vermelden met zijn functie als lid van de beoordelingscommissie. Professor Olde Damink. Dank u, meneer de prorector. De Rockstar-studie. Prachtig einde, want zo bent u eigenlijk, hè? Een rockstar. Mijn felicitaties voor de enorme snelheid als een wervelwind u dit boek heeft geschreven. De heldere manier, korte zinnen, maar prachtig geschreven. Naast het krijgen van kinderen, het verhuizen, het gedoe van op en neer naar Gent en weer terug naar Maastricht. Ik denk dat weinig mensen kunnen realiseren hoe veel werk u verricht heeft in zo'n korte tijd. Dus die rockstar-studie, die is voor mij wel heel bijzonder. Ik wil graag met u iets bespreken wat u niet heeft aangetipt in de inleiding. En dat is de tabel van pagina 133. U focust daarin dat maar de helft van de vaatchirurgen een mesh gebruiken. Wat ik eigenlijk opvallender vond, is dat in de laatste vraag van what would you make consider to use a prophylactic mesh, slechts 50% van de vaatchirurgen zeggen dat als er een better evidence is supporting the use of a prophylactic mesh, dat ze het dan gaan gebruiken. Vervolgens in hoofdstuk 8 heeft u een prachtige studie gepubliceerd in een toptijdschrift, Annals of Surgery. En dat toont u aan dat de helft, of dat er eigenlijk helemaal geen recurrence is. Dus wat is nou de waarde van de evidence als de helft van de vaatchirurgen het niet gaan gebruiken, ondanks dat er meer evidence is? En ik vind het fijn dat u als chirurg bent, dus ik wil met u beschouwen, wat is er nou nodig om die evidence te implementeren in onze society? Hooggeleerde opponent, dankjewel voor uw vriendelijke woorden en voor uw vraag. Ik denk dat het belangrijk is dat we in onze bevraging ook de vraag hebben gesteld hoe goed kent u de literatuur? En daar heeft een grote meerderheid gezegd, ik ken de literatuur goed. En vervolgens hebben ze geschreven, als er nu betere evidence zou zijn, dan zou ik het doen. Nu, dat verwondert mij ook, omdat ik denk dat voor dit specifiek onderwerp, dus een profilactische mesh bij open aortachirurgie, dat er echt wel wat evidence is. Er zijn 5 RCT's, waarvan 4... Maar ze zeggen, die evidence, de helft van de mensen zegt, die evidence maakt me niet uit, ik ga het toch niet gebruiken. Ja, dat klopt. Maar wat moeten we dan doen? Ja, ik denk dat de richtlijnen duidelijker moeten zijn. Is het alleen de richtlijnen? Dat denk ik wel. Is er een rol voor de ziektekostenverzekeraar, denkt u? Kijk ik ook naar uw promotor? Die zal er zeker zijn, maar goed, dat is dan specifiek voor de Nederlandse situatie. En ik denk dat de eerste stap de richtlijnen moeten zijn, die duidelijker moeten zijn. Ik denk dat die ziektekostenverzekeraar behoorlijk wat te vertellen gaat krijgen, al heeft, zeker in Nederland, maar ook in België. En dat vond ik ook zo interessant aan de ondertitel, de tweede titel van uw proefschrift, het aanbreken van het robottijdperk. Het aanbreken van het robottijdperk is in het tijdperk van een value-based healthcare. De kosten van de gezondheidszorg reizen de pan uit. Hè? Het integraal zorgakkoord toont ons aan dat het niet zo verder gaat.
Ja. Waar is de robotchirurgie nu echt belangrijk? Ja, we hebben heel veel studies ondertussen gezien die laparoscopie met robotchirurgie zijn gaan vergelijken. En meestal kan je daar voor de patiënt geen betere uitkomsten laten zien. Nu, er zijn wel subtypes of er zijn specifieke operaties waar een robot wel een voordeel heeft. En ik denk dat buikwandchirurgie daar een mooi voorbeeld van is. Omdat die robot je toelaat om een ander soort operatie te gaan doen. Als je een laparoscopisch een littekenbreuk herstelt, dan hang je er net tegen, schiet het tegen het plafond en je bent klaar. Maar dat geeft op de langere termijn denk ik heel veel problemen van erosies, adhesies, heroperaties. Die robot laat je toe om een ander soort operatie te gaan doen, waar je die mesh niet meer in de buikholte plaatst, maar ze prepertoniaal, retromusculair, gelijk wat, maar dat, waar je die mesh uit de buikholte houdt. En dat zijn denk ik indicaties waar robotchirurgie echt een voordeel heeft. Ik denk dat er heel veel operaties met robots uitgevoerd worden waar er eigenlijk geen voordeel is. En je moet, denk ik, die ingrepen zoeken waar een robot echt een meerwaarde betekent of een ander soort operatie toelaat. En hoe gaan we dat beteugelen? Dat is een heel moeilijke vraag. Ik hoop dat de robot de kosten van robotchirurgie misschien ook fors kunnen verminderen. Dat hoop ik. Hè. Er is heel lang een monopolie geweest voor robotchirurgie. Er komen nieuwe robots en dat heeft tot nog toe nog niet laten zien dat de kosten van die robotchirurgie dan echt zakken. Maar ik hoop en ik denk dat dat wel tot de mogelijkheden behoort. Ik denk dat de markt ook moet gaan werken. En dat vind ik stelling 11 te mooi om niet voor te lezen door uw Vlaamse paranymf. Die de microfoon krijgt. Je kunt rusten als je doet zit. Je kunt rusten als je goed zit en slapen als je doet zit. Prachtig. En als tukker kan ik het dialect wel waarderen. Ik ga hem niet challengen, maar Joop Zoetemelk. We zijn beide wielerfanaten. Hoe won Joop Zoetemelk de Tour? Door niet op te geven, denk ik. Nee. Koek op maar, en dan kom je op 10.000 hits. Zijn fameuze, de meest fameuze uitspraak van Joop Zoetemelk, en die sprak echt niet veel. De Tour win je in bed. Heeft Joop gelijk of heeft u gelijk? Nu, hoe ik stelling 11 zie, hè, als je een promotietraject doorloopt in het eerste levensjaar van je jongste dochter, dan knabbelt dat aan je rust, aan je slaap. En dan kan je in die woorden soms een beetje troost vinden, dat daar later misschien nog... Prima. Dan is het... Mijn laatste opmerking is, dan ga u nu maar eens een beetje nadenken over Joops woorden. Ik geef graag het woord terug aan de prorector. Dank u wel, professor Aldaming. Then the opposition will now be continued by Dr. Augenstein. She's abdominal surgeon in, let me see, Carolina's Medical Center, Charles, USA. Are you visible? Yeah, clear and visible on the big screen. And it is your turn now, Dr. Augenstein. Thank you very much for the invitation. I hope you guys can hear me. I definitely need to work on my Dutch, so that's hopefully by next time. But Maxime, beautifully written thesis. I've enjoyed reading it. It's truly a masterpiece. I wanted to ask you about the robotic TAR and what your thoughts are as far as the evidence that we currently have. I know that you've already answered about the Rockstar trial, even though I didn't understand everything you said, but I just wanted to see what your opinions and thoughts are about recommending the robotic TAR as the procedure of choice now, and what kind of evidence do we need to actually recommend this? Why do you think it's better than intraperitoneal mesh? What kind of studies do we have that show that one is better than other? I know the data will likely support robotic versus open. That seems that there's a pretty easy comparison there. But what about some of the other types of procedures that we can also do robotically where they're minimally invasive, yet we're not doing a component separation? Highly esteemed opponent, many thanks for your question. I think if you look at literature for TAR and you compare them with anterior component separation or endoscopic anterior component separation, especially for open anterior component separation, I think this should be avoided now. Even if you
Save your perforants. It gives seroma, it gives skin necrosis often, and it does not allow to place an as large mesh as with posterior component separation. So I think if you look at component separation techniques, you should go for TAR. And if you have to do this open or robotically, I don't know. I think the numbers that are there are mere retrospective. We have six, now seven with our study cohort studies, which are all retrospective. So there's major selection bias. So I hope we can start collecting prospective data, randomized data between open and robotic. And I think in Europe, we need this kind of evidence. I think in United States, it's more easy to explain why you use a robot. I think in Europe, we will need this randomized and prospective data, although there is some discussion about that as well. And then if you look at other techniques, avoiding component separation, because I believe this was part of your question as well. Of course, you have the Botox, you have the pneumoperitoneum, and you have this peritoneal flap technique from Edinburgh. I think, in my opinion, these are aids to component separation. There are a lot of surgeons who report after using Botox, they don't need the component separation. I believe this is true if your hernia is not too large, because if you have a defect of 10 centimeters, I think you should go for more overlap than you have in between your semilunaris. And regarding peritoneal flap, I think it's always good to preserve the sac and see where you get. But that is my opinion on where the TAR technique should be and the robotic TAR technique. So if you could use Botox anytime on any patient and it was free, and would you still do a robotic TAR versus placing intraperitoneal mesh, or maybe do some other kind of a technique to isolate the mesh from the peritoneal cavity? I think intraperitoneal mesh should be avoided at all time if possible. And unfortunately, Botox is not free. It's in Europe, it's I think approximately 400 to 600 euros, and it gives little patient burden, although not very large. So if you could use Botox in every patient, then I would, if closure or defect closure is possible, just limit to Restopa if your hernia defect wasn't too large in the beginning. But regarding intraperitoneal mesh, I think it should be avoided, and Botox is an aid, but it will not rule out component separation entirely. There is this data from Eva Derenberg that was published. She did a propensity matched cohort looking at Botox versus no Botox, and she saw more component separation in the Botox group. So I think there was a lot of fibrosis in that group, I agree, but still this shows that Botox will not avoid component separation entirely. That's good. And what kind of data do you reference when you say that intraperitoneal mesh should be avoided? I agree with you, but I'm just curious as far as when having a strong opinion that we should not place mesh intraperitoneally, what data do you use to reference that? There's a systematic review from Professor Lange, I think, where he wrote that if you have an intraperitoneal mesh, that you have 21% of small bowel resections versus zero if you do not have intraperitoneal mesh. And there is a series from Carbonell, I think, where he looked at data from 125 reoperations after IPOM, where he saw 4% of unexpected bowel resections and 2% of mesh infections when reoperating after IPOM. And we know from anesthesiologists studies that if you have an unexpected bowel resection or you have to perform anesthesiolysis, that your outcomes for any surgery are worse. So I think this says enough. And we all know the pictures from bowels to an IPOM mesh. We all had them. We all have seen these erosions.
So I think these data and some of this anecdotal evidence is sufficient in saying you should avoid it if it's possible. Thank you very much. Bernd, you are satisfied. You are free to switch off your camera as long as you're not switching off the connection, because then we don't see you anymore. Dr. Augustin, thank you. Dan gaan we weer naar het Nederlands over. Professor Lange, hij is hoogleraar, ik geloof emeritus, laparoscopische colorectale chirurgie en Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Professor Lange. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte kandidaat, laat mij u ook als eerste samen met uw begeleiders feliciteren met dit prachtige werk. Ook een monument, denk ik, voor de groep van dokter Muisoms, uw begeleider van internationale allure en koploper wat betreft deze problematiek. Buitengewoon veel respect voor hem en u en de groep. U moet weten dat mijn echtgenote ook landgenote van u is. Alleen niet aan de Vlaamse kant, maar aan de Franstalige kant. En zij heeft het wel eens over Vlaamse extremisten. En ik vroeg mij af of u daar één van bent. En dan duid ik op de extreem grote matten die u her en der in het lijf implanteert. Dat doet u voor liesbreuken, van links naar rechts. En dat doet u ook voor breuken met een gemiddelde oppervlakte van niet meer dan 100 tot 150 vierkante centimeter. En ik heb dat voor u uitgerekend en ongeveer komt dat erop neer dat u matten plaatst die 3 à 4 keer zo groot zijn als de defectgrootte. En bij liesbreuken is dat nog veel meer dan dat. En gezien de tegenwoordige neiging om steeds over het milieu te praten, wilde ik daar ook een correlatie met u bediscussiëren. Denkt u dat dat echt nodig is, die extreem grote matten voor die indicaties? En waarom dan? Hooggeleerde opponent, dank je wel voor uw vriendelijke woorden en voor uw vragen. Dank u. Ja. misschien moet ik starten met liesbreuk. Ik denk dat voldoende overlap daar nodig is. Omdat je, hoeveel is dat? Dat weet ik niet. Maar ik denk nou, dat we gaan ervan uit ongeveer dat dat 5 centimeter is, hè? Ja, voor de mesh defect ratio die is beschreven door Andrew de Bow, die had het dan vooral over bridging chirurgie, hè, dus over laparoscopische IPOM waar je gaat bridgen. En daar heeft hij beschreven dat 5 centimeter overlap, hè, dat wordt dagelijks gebruikt in zeker België en Nederland, als voldoende. Maar ik denk dat dat niet klopt. Ik denk als je defect groter wordt, moet je mesh ook groter worden. En dan is je overlap vaak meer dan 5 centimeter. Nu, dat denkt u, hè? U weet het niet zeker. Nee, dat denk ik. Ja, ja, dat is mooi, maar dat klopt. Het is een gedachte. Ja. Nu, wat betreft, het is zeker zo dat de mesjes voor kleine navelbreuken bijvoorbeeld, of kleine ventrale hernia's, dat die veel groter zijn geworden dan vroeger. Althans in onze praktijk. Hè. Vroeger werd daar via een kleine incisie een ventrale patch geplaatst die dan 6 centimeter diameter had. Nu, we hebben gezien in 2007 al, bij 101 patiënten waar we prospectief keken, dat 12% recidief gaf. Ik denk dat ook voor een deel te verklaren is door het feit dat je die mesh niet onder duidelijk zicht mooi kan ontplooien. Barefoot heeft dat ook bevestigd in een RCT, dus dat die kleine ronde mesjes voor een navelbreuk misschien niet het beste idee zijn. Dat ze echt wel heel veel recidief geven. En dan zijn wij van mening dat je dan beter een uitgebreider dissectie doet en onderzicht een grotere mat plaatst. En vaak is dat misschien wat overdreven, dat kan. Maar als u nou even denkt aan die breuken die u beschrijft in hoofdstuk 9, 14 bij 9 centimeter hè, gemiddeld. Hè? En ik denk aan de Ramirez-techniek en de gemodificeerde Ramirez-techniek en de riefstoppertechniek, waar je dus beperkt je mat tot de rectusschede in feite. Hè, dan hebben we de over oppervlakte van matten die ongeveer de helft zijn van de matten die u bij de tar plaatst. Hè? Ja. Maar u gaat uw trial nog doen. Ik bedoel, wat vindt u van die gedachte dat zoveel plastic in de patiënt achterlaten eigenlijk niet nodig is?
Ja, ik denk voor eerst als je componentseparatie uitvoert en dat vlak ontwikkelt, dus dat tarvlak ontwikkelt, dat je het ook moet voldoende ontwikkelen. Ja, als u daar geweest bent, dan zou ik daar zeker ook een mat achterlaten. Daarom, ja. De vraag is of je daar moet zijn natuurlijk. Ja, dat is de vraag. Dat klopt. En we hebben daar heel veel discussie over gehad bij investigators meetings. Heel veel Nederlandse chirurgen, denk ik, die zeggen laat ons botox doen en dan zien we wel tijdens de ingreep of het moet of niet. Ja. En daar is discussie over. Ja. We hebben Duitse chirurgen die zeggen, als je een hernia hebt van 10 centimeter en je krijgt hem met een riefstoppa gesloten. Ik moet u even afbreken, want ik heb nog een tweede hele belangrijke vraag voor u. Maar ik mag toch concluderen in gezamenlijkheid met u dat het niet uitgesloten is dat we in de toekomst toch weer aan de wat meer bescheiden matgrootte kunnen gaan denken. Absoluut. Zo kunnen we dat kunnen concluderen. Ja. Mijn tweede vraag gaat over iets wat u moet weten vanuit de colorectale chirurgie. Als iemand beweert in de colorectale chirurgie, ik heb 0% naadlekkages. Weet u hoe we dat zo iemand in Nederland noemen? Een leugenaar. Hè? Ja, en ik vroeg mij af of dat nou ook voor de buikwandchirurgie zou kunnen gelden. Hè? Want u zegt, we hebben in de primaattrial na 5 jaar vinden wij 0% littekenbreuken. Is dan het woord leugenaar, kan dat van toepassing of vindt u van niet? Leugenaar vind ik sterk uitgedrukt. Gelukkig, Nee, het klopt. Dat is een van de, dat illustreert een van onze tekortkomingen in die studie. We hebben opgevolgd met klinische follow-up. En richtlijnen zeggen dat je moet beeldvorming doen om recidieven te gaan aantonen. Ja. En dat is een van onze tekortkomingen van onze studie. Ja, dat mag u wel zeggen, maar heel goed dat u dat zelf inzicht hebt ontwikkeld. Aan de andere kant, dat dedicated team voor die sluiting, hoe stelt u zich dat voor in de praktijk? Want uw implementatie vindt u een probleem, terecht. Zou dat daar een onderdeel van, dat kunnen we toch niet organiseren, dat er voor iedere sluiting van een laparotomie een dedicated team aan te pas komt? Klopt, dat kunnen we niet organiseren. Waarom is dat verzonnen? Dat is toen verzonnen om heel objectief de twee groepen te kunnen vergelijken. En voor de twee groepen, zowel het plaatsen van de mesh als het sluiten van de buik, mensen te hebben die daar echt hun werk van maken, zeggen we in Vlaanderen. Maar ja, waarom ontwerp je een studie als het geen enkele praktische implicatie kan hebben? Ja, om echt de data te kunnen vergelijken van het mesh plaatsen in een optimale omstandigheid versus het sluiten van de buik. En ik denk, in uw Prima-studie die heeft gedaan, hebben we daar een heel ander beeld gezien. Hè? Daar is die sluit van de buik door gynaecologen, urologen. En bent u al op de hoogte van de long-term follow-up data van onze Prima-trial? Bij de prophylactische mesh? Nog niet, hè? Nee. Schrik niet. Wij vonden bij de prophylactische meshgroep 40% recidief. Ja. Geen recidief incidentie van littekenbreuken. 40%. Ja. En u komt met 0%, hè? Ja. Terwijl wij inderdaad iedereen lieten sluiten zoals ze dat gewend waren. Ja. Met large bites ook, hè? Ja. Nu, ik denk, in jullie studie hebben jullie voor de supply ook meer incisionele hernia's beschreven dan voor de onlay. En dat toont misschien ook aan dat misschien een brug te ver is voor mensen die niet met algemene of met hernia-chirurgie bezig zijn. Ik wil u hartelijk danken. U kunt heel goed relativeren en dat bewijst dat u een echte wetenschapper bent. Ik geef graag het woord terug aan meneer de voorzitter. Dank u wel, professor Lange. Het woord is nu aan dokter Poelman. Zij is gastrointestinaal en oncologisch chirurg in Franciscus Gasthuis en Friedland ziekenhuis daar in de buurt in Rotterdam. Ik moet er wel op wijzen dat we inmiddels in wielertermen, geloof ik, 1 ronde achterlopen. De koploper haalt het peloton in, of hoe heet dat dan? Dat weet ik allemaal niet, maar we moeten het een beetje indikken. Dus houden opposities een beetje kort, want anders komt niet iedereen aan de beurt. Dr. Poelman. Dank u wel, meneer de prorector. Allereerst van harte gefeliciteerd, u en uw team, met het mooie werk. Ik denk dat het een goede aanzet is voor het doen van verder onderzoek. Ik ben het met u eens dat we een nieuwe era ingaan voor robotische chirurgie. Ik ben daar erg fan van, ook voor de buikwand. Dus ik deel uw interesse daarin, denk ik. Ik was gegrepen door uw stelling 7 en een zin op pagina 203 waarin u zegt dat er een noodzaak is om het verder te centraliseren. En ik vroeg me af hoe u dat voor u ziet in Nederland. Hoe moeten we dat nou gaan doen? Zeer geleerd op een dankjewel voor uw vraag. Het is zeker zo dat, en dat zien we nu ook met robotchirurgie, dat heel veel mensen dat gaan doen zonder dat we voor eerst echt evidence hebben. En ten tweede ook echt die
kunnen gaan monitoren of de leercurve is doorlopen of niet. Dus ik denk wel dat er nood is aan centralisatie, zeker voor complexere littekenschirurgie. Ik denk dat buikwandchirurgie daarin misschien wat een van de laatste zal zijn. Hè. We hebben in België recent een eerste centralisatie gehad voor HPB-chirurgie, slokdarmchirurgie. En dat verloopt heel moeizaam. Dat verloopt in België heel moeizaam, maar het is er nu mondjesmaat gekomen. En we hebben zelfs gezien dat we nu terug een stapje terugzetten. Dus daar speelt heel veel politiek. In Nederland zijn jullie, denk ik, wat betreft centralisatie voorop. En er komt zonder twijfel een nieuwe centralisatiegolf op ons af. En dat, ja, dat geeft heel veel onrust en dat, dat verloopt heel erg moeizaam. Nu, hoe we dat moeten gaan doen, je kan denk ik chirurgen en stakeholders de kans geven om het op te lossen onder elkaar. En dat zal voor een deel lukken, maar op een bepaald moment komt er een beslissing van de overheid, denk ik. Zoals bij kindercardiochirurgie is gezien in Nederland. Ik heb daar geen pasklare oplossing voor hoe je dat moet gaan doen. Maar goed, het zal met volumes te maken hebben. En het zal met expertise en met wetenschap en deelname aan trials moeten te maken hebben. Maar ik heb er geen duidelijk antwoord op. Ik denk hopelijk niemand... denkt u mee de komende jaren. Ja. En hoe denkt u dat u zich dat verhoudt tot het opleiden van chirurgen? Want daar is natuurlijk ook wel een soort spanningsveld. Ja, ja, als meer en meer ziekenhuizen zich gaan specialiseren en als je een beetje continuïteit in de opleiding wil behouden, dus assistenten in opleiding toch voor een aanzienlijk deel van een opleiding in een bepaald ziekenhuis wil houden, zal dat betekenen dat ze heel veel dingen niet hebben gezien en dus ook niet hebben geleerd. En dat is een probleem. Ook opnieuw in België zijn we daar achterop. Hè. Daar heb je nog steeds een algemene toch toen ik ze deed, een algemene opleiding van 6 jaar, waar ook hartchirurgie aanwezig was. Waar je tot je 5e, 6e jaar hartchirurgie deed, ook als je een abdominaal chirurg werd. Ik denk dat jullie iets verder zijn wat betreft differentianten. Maar je ziet in België nu ook dat je na 3 jaar waarschijnlijk zal switchen naar een gespecialiseerd traject. En dan die 4 jaar daarin het zal specialiseren. En dan nog wordt het moeilijk, want binnen die GE of onco of gelijk wat... Ja, formele hernia-module hebben we natuurlijk nog niet. Het zit in de eerste 4 jaar, volgens nog. Ja, het zal toch met fellowships moeten, denk ik. En dan interessant, nog toch, hoe we dat gaan doen. Ja, absoluut, zeker. Ja. Ik heb nog één vraag over het plaatje. Figuur 4 op pagina 15, daar was ik ook door geïntrigeerd... Want u zegt dan over het idiostoma dat u daar een mat plaatst, waarbij u een tar doet, en een extra keyhole mesh plaatst. En ik denk dat dat gecorreleerd is dan weer aan het laatste hoofdstuk, waarin u vertelt dat dat alleen is als u de lis niet goed genoeg gelateraliseerd krijgt. Ja, klopt. Ja, dus voor iliostoma's of ileconduit parastomale hernia's met een geassocieerde middenlijnsbreuk waar je componentseparatie nodig hebt, hebben we, of heeft vooral Filip, de gewoonte om dan een tar te gaan doen. En dan is het logisch om een polyrepeil van je parastomale te doen. We weten dat je bij ileconduits vaak moeilijk kan lateraliseren. En dan zit je daar met je vlak retromusculair, maar je krijgt die lis niet naar lateraal. Dus dan moet je een slit maken in die grote mesh die je plaatst. Maar dan heb je te weinig, of geen, naar ons idee, te weinig kwalitatief herstel van die parastomale hernia. En heeft u dan nooit erosie gezien, doordat je 2 mesjes op elkaar plaatst? En dat lijkt me spannend, dat daar dan die darmlis doorheen loopt. Ja, nee. Okay. Heel weinig. Nu, ik weet dat het is beschreven bij Rosen, hè, die eerst die polytechniek heeft toegepast. Geen duidelijke verklaring nu, dat was via open chirurgie waar ze transfaciale hechtingen hebben gebruikt. Misschien is dat een verklaring, ik weet het niet. Maar ik denk niet dat wij heel veel of enige erosie hebben gezien. Nee. Heb ik nog tijd voor één vraag? Doet u maar, want u bent de verskomend. Hoe denkt u over het registreren van deze ingrepen? En in welk systeem zouden we dat moeten doen? Ja, specifiek over alle hernia-chirurgie of specifiek over... Ja, ventrale hernia voornamelijk. Ja, ik denk dat dat de toekomst is. Dat is denk ik alleen maar logisch om dat te gaan doen. Hè. Er is een Europees initiatief geweest, de URIHS-database, die wij voor veel studies hebben gebruikt. Er is ook de nieuwe AWESOME-database, die daar een beetje die de vereenvoudige versie daarvan van is, als ik dat mag zeggen. Ik denk dat prospectieve registratie de way to go is. En zeker voor die heel zeldzame aandoeningen, zoals een ileconduit parastomale hernia, zonder twijfel. Ja.
Bedankt voor de antwoord. Ik geef het woord graag terug aan meneer de prorector. Dank u wel, dokter Poelman. Dan wordt nu de positie voorgesteld op professor Cat Shady. Hij is hoogleraar gastroenterologie aan deze universiteit. Dus de enige, zo te zien, niet-chirurg in ons gezelschap. Het woord is aan hem. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte kandidaat, allereerst mijn felicitaties uiteraard met het behalen van dit mooie proefschrift. Felicitaties gaan ook uit naar uw promotieteam. Ik vond het bijzonder aangenaam om uw proefschrift te lezen, ondanks dat ik geen chirurg ben. Zelf niet, snijders kunnen dit interessant vinden. En vooral omdat u ongetwijfeld weet dat ik op mijn spreekuur met enige regelmaat patiënten verwezen krijg door uw collega's. Die door u en de likes behandeld zijn en dat het toch niet heeft geleid tot het gewenste resultaat. En dat zie ik ook wel terug in uw algehele discussie. Pagina 201 zegt u: It is estimated that around 6% develop chronic pain after laparoscopic IHR after open surgery. These numbers vary between 7 and 18%. Dat is denk ik iets wat ik ook wel herken op mijn spreekuur, hoewel ik natuurlijk wel een gebiased populatie heb. Dus mijn vraag aan u is, wat is dan de oorzaak van dergelijke klachten en hoe kunnen we dat dan ook voorkomen? Hooggeleerde opponent, dankjewel voor uw vraag. Ik denk chronische pijn bij liesbreuk is een van de meest gevreesde complicaties. Dat bepaalt echt het leven van die patiënten en ook vaak komen ze daar niet meer vanaf. Dat zien we iets vaker bij open chirurgie dan bij minimaal invasieve chirurgie. Bij open chirurgie ga je echt afhankelijk van de chirurg die het uitvoert ofwel die zenuwen gaan opzoeken of ze negeren of een pragmatische neurectomie zoals sommigen het noemen. Dus er zijn heel veel manieren om met die zenuwen om te gaan bij een open liesbreukherstel. Waarschijnlijk is er geen optimaal en kunnen in veel gevallen alle aanpakken wat dat betreft goed zijn. Neurectomie is niet iets waar een maagd alleen waar het heel enthousiast van wordt. Nee, dat in klopt. Ieder geval, Nee, dat klopt. Ja. En als ik even daarop verder mag gaan, ook moet ik meegaan met collega Lange ten aanzien van de mesh, dat misschien ook wel een rol speelt. En als ik nu begrijp dat u feitelijk de pruik van Lodewijk de 14e achterlaat in de buik van de patiënt, dan maak ik me toch enige zorgen ten aanzien van de lange termijnseffecten. En als je kijkt naar chapter 2, daar hebt u dus ook een follow-up termijn van 12 maanden. Ik vraag me dan af hoe dat zich dan verhoudt over 5 jaar in relatie tot de pruik van Lodewijk. Ja. De pruik van Lodewijk vind ik niet zo heel erg overdreven. Er zijn guidelines over liesbreukherstel die door de EAS zijn geschreven, waar ze zeggen dat je voor een laparoscopisch liesbreukherstel een mesh van tenminste 10 op 15 moet plaatsen. Dus dan is 28 bij 13 misschien niet zo heel overdreven voor een bilaterale herstel. Maar goed, daar kan je over discussiëren, denk ik. We weten wel dat pijnklachten na liesbreukherstel, als ze voorkomen, dat ze doorgaans duidelijk zijn binnen 1 of 2 jaar. Okay. En als je een meshoom of iets dergelijks... Of een dus, dus dingen zoals meshmigratie, daar maakt u zich geen zorgen over. Ik heb namelijk wel eens via een coloscopie een mesh verwijderd. Dat was dan weliswaar van een rectopexie. Maar ja, dat zijn op zich geen goede uitkomsten dan. Dat bent u met me eens, denk ik. Absoluut. Vandaar ook mijn vurig pleidooi om een intraperitoneale mesh zoveel mogelijk te gaan vermijden, want erosie die zien we toch het vaakst bij IPOM, dus bij een intraperitoneale mesh. Ja. Oké, maar toch blijft het een beetje, denk ik, in aanleiding van de vorige gedachtenwisseling nog wel een open vraag, denk ik. Maar u hebt me enigszins wel overtuigd, dus dat is wel goed. Dan heb ik nog een korte vraag, als het mag. U gebruikt in uw studies heel veel innovatieve technieken. Dus dat is die self-gripping mesh inderdaad, maar dus ook de robot, gas, stede, chirurgie. En dan zegt u ook in uw impactparagraaf bijvoorbeeld, dat is een stuk wat bijna niemand leest, maar u hebt de pech dat ik dat wel heb gelezen. Dus daar ga ik dan ook een vraag over stellen. En dat betreft dus uw uitspraak ten aanzien van de rol daarvan. In case of complex inguinal hernias, these robotic techniques could be superior to conventional laparoscopy. However, there is currently insufficient evidence to support this opinion. Dat had u natuurlijk ook al toegelicht. Dus mijn vraag is, als u dan wel persoonlijk overtuigd bent van de meerwaarde van de robotchirurgie, hoe gaat u dan de ziekenhuisbestuurders
die u dat moeten helpen met het aanschaffen daarvan? Hoe gaat u die overtuigen om u toch dat geld te geven voor het aanschaffen van zo'n apparaat? Voor een deel met hoofdstuk 11, hoop ik. Maar het is, mijn persoonlijke mening is dat voor een liesbreukherstel, zelfs als het complex is, dus zelfs na prostatectomie, zelfs bij grote ingunoscrotale hernia's of na vorig preperitoneaal herstel, dat het weinig tot geen meerwaarde heeft. Dus daar zou ik ook niet pleiten bij bestuurders om ons daarvoor een robot te geven of om de instrumenten voor dit soort operaties te gaan terugbetalen. Ik denk wel, zoals we het daarnet over gehad hebben, dat een robot soms toelaat om operaties te doen die je niet via klassieke laparoscopie kan gaan doen. En TAR is er één van. Het aanleggen van hepatische junostomie bijvoorbeeld gaat ook gewoon beter met een robot dan met laparoscopie. En als je daar geen robot gebruikt, maar toch met de straight sticks doet, hè, dus toch met klassieke laparoscopie, dan maak je compromissen en dan is je patiënt minder goed af. En dan kan je zeggen, goed, dan doen we het allemaal open, dat is het goedkoopste. Dat klopt, maar minimaal invasieve chirurgie heeft wel echt zijn waarde bewezen. Dus we moeten goed onze indicaties kiezen, denk ik. Ja, en allicht komt dan het stukje van chronische pijn en kwaliteit van leven ook wel als argument naar voren. Ik ben heel tevreden met uw antwoorden en ik geef het woord graag terug aan de poort. Dank u wel, dokter, professor Kitschely. Ik heb net iemand onrecht aangedaan door iedereen chirurg te betitelen hier, want we hebben ook nog een radioloog in ons midden, maar die komt straks. En nu dokter Medenhorst, gastrointestinaal en oncologisch chirurg aan onze universiteit. Graag de prorector, dank u wel. Graag de kandidaat. Allereerst mijn felicitaties. Een prachtig proefschrift geworden. Mijn felicitaties gaan ook met name uit naar uw begeleidingscommissie. Als je dat dan aan het lezen bent, dan wil je ook graag wat verdiepen in iemands achtergrond. Dus je denkt, waar komt iemand vandaan? Waar staat het ziekenhuis überhaupt? Nou, West-Vlaanderen, kende ik West-Vlaanderen al? Jazeker. Beste bier komt uit West-Vlaanderen. Van de Sixtusabdij in West-Vleteren. Daar komt het beste bier vandaan. Ik rijd er met plezier naartoe. Maar niet terug, inderdaad. En je denkt nog eens verder na over chapter 11. Rockstar staat daar. En dan denk je, wat hebben we eigenlijk al rockstars in België? En met West-Vlaanderen in het achtergrond. En dan kom je bij het zesde metaal uit. Is je misschien wel bekend. En de cd Skepsels is waanzinnig. Dus ook dank daarvoor. Uw paranimf heeft overigens twee eindversterkers uit Rotterdam gehaald om dit met name te beluisteren. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over uw werk, wat u gedaan heeft. En ik wil graag naar hoofdstuk 8, maar dat doe ik eigenlijk via hoofdstuk 2. Want u begint in hoofdstuk 2 die vergelijking te maken. En daar staat de patiënt centraal. Het gaat over kwaliteit van leven, of in ieder geval, het zit in die hoek. En dan gaan we naar hoofdstuk 8. En dan verlies ik de patiënt. Ik ben net als u ook gepromoveerd toen ik chirurg was. Dan is het mooi, dan heb je wat overzicht. En ik verlies de patiënt. Want ik vraag me af, we zijn al die patiënten aan het opereren. Maar we vragen aan die patiënten niet wat ze er zelf van vinden. Hoe had u dat graag anders willen doen? Want ik ga dat gebruiken als een bruggetje naar hoofdstuk 11. Dus hoe had u dat beter kunnen doen, ja. Hoofdstuk 8? Ja, zeer geleerd op mijn. Dank je wel voor uw vraag. Ik deel uw mening wat betreft het zesde metaal, zonder twijfel. wat betreft uw vraag naar aandacht voor proms, prems. Ik neem aan dat je dat je daarop doelt. Het is zeker zo dat in hoofdstuk 8 verloren is gegaan, zonder twijfel. We hebben niet symptomatologie, of toch zeker niet in detail. We hebben heel weinig data over chronische pijn of toename van pijn. Ja, geen, denk ik. Nee, klopt. Die data is verloren gegaan door de 5 jaar follow-up. Die hebben we in de 2 jaar follow-up gepoogd te beschrijven, maar ook daar hebben we denk ik te weinig aandacht aan besteed. Ja, en wat vindt u van de uitval in uw studie? De uitval? Ja, lange termijn resultaten die u niet heeft. Ja, die is niet te verwaarlozen. Maar goed, het is een patiëntpopulatie die ook wel comorbiditeit heeft. Hè. We hebben heel veel blaaskankers gezien bij de 5 jaar follow-up. En dat heeft natuurlijk met het roken te maken.
Dus die, ja, ik had die liever beter gezien, maar ik denk dat die aanvaardbaar is in de context van een 5 jaar follow-up. Ja, want u begint met 59 en 61 patiënten en u eindigt met 33 en 34 patiënten. Ja, klopt. Dat zijn er nog, u mist nogal wat. En als ik dan naar mijn buurman kijk die het over leugenen had, dat woord durf ik niet in de mond te nemen. Maar stel nou dat die uitval al die breuken had, dan heb je geen evidence, denk ik. We hebben de 2 jaar follow-up, denk ik. We hebben ook een gelijkwaardige uitval in de 2 groepen, maar ook een duidelijke verklaring daarvoor. Het is nu eenmaal een patiëntpopulatie die vaak oud is, comorbid is, dus dat klopt. Oké. Ja. Ik dank u voor, want ik wil graag nog wat tijd over hebben voor professor De Haan. En ik wil met u naar hoofdstuk 11. Dan gaat u de Rockstar-studie doen. Dat is fantastisch, dat lijkt me hartstikke mooi. En dan is wat is uw primaire eindpunt? Primaire eindpunt is length of stay. Ja. En zal ik u het antwoord geven op de uitkomst van uw studie? Nee, ik ken hem zelf. ik ga u antwoord nu al geven. De mensen die door de robot geopereerd zijn, liggen 3,4 dagen in het ziekenhuis, plus of min 0,2. En de mensen die open, 4,9 plus of min 0,2. Want dat hebben we net in een stuk van u daarvoor gehoord. En dat zal dan net significant zijn, denk ik, afhankelijk van hoeveel mensen we includeren. Dus had het niet mooi geweest om daar de patiënt centraal te zetten? U bent chirurg en u bent een chirurg in hart en nieren, net als ik. En u voelt de patiënten en ook de zorgen van de patiënten. Hadden we het niet anders moeten doen? Want wat is de achtergrond voor deze studie? Is dat niet gewoon de ziektekostenverzekeraar, de mensen die in het ziekenhuis zitten die robot moeten bekostigen? En zijn de kosten niet de achtergrond van deze studie? En had het niet mooier geweest, hadden we de patiënt centraal gezet? Graag uw gedachten. Ik ben niet zeker dat de uitkomst dezelfde zal zijn als wat we hebben gezien in onze retrospectieve cohorten. Daar was echt selection bias aanwezig. Er waren grotere hernia's in de open chirurgie. Er waren meer rokers in de open chirurgie. Dus ik ben niet zeker dat het hetzelfde resultaat zal hebben. Wellicht wel. En het klopt, dat is daarnet ook al langsgekomen, dat wellicht doen we die studie misschien ook wel voor de ziektekostenverzekeraars. Dat kan, om die te overtuigen om gewoon de evidence te geven die ze vragen om in de toekomst patiënt beter te kunnen behandelen. Nu, het is wel zo dat we PROMS monitoren in de studie, of dat toch zeker zo is. Maar voor een deel ben ik met je eens. Er is dit jaar een systematic review beschreven in hernia die gekeken heeft naar PROMS, naar liesbreukherstel. Heel veel heterogeniteit en een kleine minderheid heeft PROMS als primair eindpunt. Dus ik ben het voor een deel met je eens. Maar het eindpunt in de Rockstar is denk ik pragmatisch gekozen. En misschien is dat ook niet zo slecht, want dat heeft onze sample size ook wel wat beïnvloed. Ja. Ik dank u voor uw antwoord. En fijn dat u daar zo nuchter over kunt nadenken. Ik geef het woord terug aan de project. Dank u wel, dokter Medenhorst. Dan wordt nu de oppositie voortgezet door professor De Haan, zoals al aangekondigd, een radioloog, hoogleraar interventionele radiologie en dan in het bijzonder hart- en vaatziekten, dacht ik. Het woord is aan u. Dank u, meneer de promovendus. Prorector, sorry. Geachte meneer de promovendus, van harte gefeliciteerd met de totstandkoming van uw proefwerk. Ik wil de commissie hier ook van harte mee feliciteren. Ik wil ook de prorector danken voor het feit dat, en het promotieteam danken voor het feit dat ik zomaar mag inbreken in deze sessie. Ik hoor je niet thuis, zoals u weet. Zoals het grootste deel van de aanwezigen weet, zit ik op een plaats die eigenlijk door iemand anders had bezet moeten worden. Helaas is hij er niet meer. Eén vraag daarom in zijn nagedachtenis. En dat is graag uw interpretatie van zijn stelling, zijn metafoor, standing on shoulders of giants. Hooggeleerde opponent, dank u wel voor uw vraag. Ook dank u wel voor uw aanwezigheid. Excuseer. Had u niet mogen doen, denk ik. Het is inderdaad zo dat een case bij ons is, in gedachten, denk ik. En ik heb heel veel van hem geleerd en ik denk dat we hem allemaal heel erg missen. Sorry. Maar hij heeft me inderdaad, denk ik, op sleeptouw genomen en ook heel veel kansen geboden. En ik denk dat, dat hij op die manier, en heeft dat niet alleen voor mij gedaan, maar ook voor vele anderen, heeft hij zijn leuze echt geleefd en beleefd en ook waargemaakt. Ik dank u graag voor uw antwoord.
microfoon, maar dat is niet aan mij om daar nog veel woorden aan te wijden. Ik neem aan dat dat nog wel gebeurt. En voor, misschien praat ik in mysterieuze termen voor velen van de u aanwezigen, maar we herdenken natuurlijk toch allemaal professor Kees de Jong, die pas onlangs van ons heen ging. Echt veel oppositie heb ik niet. Het is altijd een moeilijk moment als het woord aan de prorector komt, maar gelukkig wordt hij gered door de binnenkomst van de pedel. En die duidelijk aangeeft dat hiermee de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift voorbij is. De commissie gaat zich terugtrekken voor beraad en ik verzoek u en uw gezelschap de uitkomst van het beraad hier af te wachten. En ik heb al eens in de zaal gekeken terwijl ik hier zat te denken. Is er ook een fotograaf in de zaal? Want er komen dadelijk mogelijk wat memorabele momenten. En dan is het wel handig als iemand op zich neemt om op zijn minst zijn fototoestel tevoorschijn te toveren. Zijn camera of zo, zodat we dat kunnen vastleggen. Denk er vast over na terwijl wij ons terugtrekken. The PhD defense has now ended. The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. Long road to the south side. 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. All your time, 'cause I'll go the extra mile. Long road to the south side, 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. On the dash, got my laces tied. Long road, I don't waste no time. Break rules because fate decides. With the team and we chase the light. I make a move, fall down, shake it off. I hate to lose, bad branch, break it off. No room for negativity, praise and love. Prepare for deep park cause we're taking off. Take the mileage, traveling so far. Even though these nights seem long, I know that I am never on my own. Know you've won the battle once you outside. 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. Long road to the south side. 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. So.
years can't fly by now, don't waste all your time. Cause I'll go the extra mile.
klaar, hè? Nog wat klaar. Fotografen zijn er ook mooi. Meneer de promovendus, de commissie heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en over de wijze waarop u dat heeft verdedigd. En op grond van haar positieve oordeel over beide aspecten en gelet op de vroeger door u afgelegde academische examens, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar Bouvy is gemachtigd u met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk, zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Dat beloof ik. Fijn. Dan kan ik krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaren u, Maxime, Jozef, Lucas, de Wulf, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens de wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u graag de bul door de rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het groot zegel van de universiteit bevestigd. De laudatio. Wel edel, zeer geleerde heer de Wulf. Maxime, 35 jaar, gepromoveerd, vader, getrouwd, chirurg en staflid van onze mooie... Oh, niet getrouwd, je leeft in zonde, sorry. Dat komt vast nog. Dat was een beetje ouderwets van mij. Staflid van ons mooie ziekenhuis. Heel graag wil ik jou, je familie, vrienden... en Sarah, je kinderen mede namens de rest van het promotieteam, Filip en Stefan hier als eerste feliciteren met het behalen van deze mooie titel. Een prachtige dag, maar ook vandaag staan we weer even stil bij het verlies van Kees de Jong, je andere promotor. Stelling 6, beter maken, was een van zijn markante one-liners, maar helaas kon niemand hem beter maken. Michiel de Haan, Odile en een aantal van haar kinderen zijn hier vandaag in zijn gedachten. Prachtig dat je je proefschrift aan hem hebt opgedragen en dat hij dat ook nog heeft mogen meemaken. Maxime, je bent geboren in Roeselare. Ik moet toegeven dat ik even precies moest opzoeken waar dat lag. Dat is mijn tekortkoming, want er wonen toch bijna 65.000 mensen. En al in 1250 kreeg het stadsrecht en het heeft een prachtige belfort die wel door de vele oorlogen een aantal keren herbouwd moest worden. Maar nu ik dat allemaal weet, ga ik zeker daar een keer naartoe. Op Wikipedia trof ik een uitgebreide lijst met beroemde mensen uit Roeselare. Jouw naam stond daar nog niet bij, maar ik ben ervan overtuigd dat dat wel gaat komen.
Wel de eerste Belgische winnaar van de Tour de France. Dat wist jij natuurlijk. Zonder twijfel. Begrijp nu jouw liefde voor de fiets ook beter. Dat is gewoon met die paplepel ingegoten. Ik heb het grootste vertrouwen dat jij ook op die Wikipedia gaat plaatsnemen. Je bent gaan studeren in Gent en bent daar summa cum laude arts geworden. Dan moet je wel heel slim zijn. Vervolgens heb je je chirurgie aangeleerd in bijna alle ziekenhuizen van Gent. Het UZ Gent, het Maria Middelaris ziekenhuis in Gent en het AZ Sint-Lucas in Gent. In het Maria Middelaris ziekenhuis deed je in 2018 een fellowship van de hernia en colorectale chirurgie en kwam je bij Philippe terecht en hebben jullie samen eigenlijk het meeste werk uit dit proefschrift vormgegeven. Je was gegrepen door de hernia chirurgie en ging daar als fellow van de European Hernia Society voor naar Edinburgh. In 2019 werd je fellow HPB-chirurgie in het MUMC. Eigenlijk heel toevallig, omdat je naar, ik begreep, Stephanie Breukink tegenkwam op een congres en je daardoor geattenteerd werd op deze fellowplek in het MUMC. Sindsdien is je hart steeds harder gaan kloppen voor de HPB-chirurgie en heb je de hernia en de colorectale chirurgie een beetje ingeruild. Een grote aanwinst voor ons ziekenhuis en onze patiënten. Want je bent een chirurg die heel goed voor zijn patiënten zorgt. Afspraak is afspraak bij jou en je hebt een enorme uitzonderlijke snijvaardigheid. Toen je bij ons kwam, realiseerde je dat je in het Nederlandse systeem moest promoveren. En dat dat iets anders in elkaar zat dan in België. Zoals gezegd, het grote werk was al bij Philippe in Gent gedaan, die de grootste Europese pionier was voor het herstel van breuken met de robot. Toen je ons met je promotieteam in Maastricht bij elkaar liep, verzonnen we nog twee kleine onderzoeken, een in- en een uitleiding. En in een mum van tijd leverde je dat dan die papers bij ons in, waar we doorgaans nauwelijks verbeteringen in hoefden aan te brengen. Wat een drive. Vrij verteld naar stelling 11, in goed Nederlands, omdat ik niet zo mooi kan voorlezen als Jens. Uitrusten doen we in het bejaardenhuis. Zelfreizend bakmeel ben je. Heerlijk voor een promotieteam. Wat kun je goed schrijven, wat ben je een heldere denker en wat zit je goed in de literatuur? Iets waar we vandaag allemaal tijdens de verdediging ook van hebben kunnen genieten. Veel van jouw werk presenteerde je op nationale en internationale congressen. Zo bezocht je gedurende je promotietraject Sevilla, Hamburg, New York, Barcelona, San Diego, Krakau en recent Manchester, waar je onderzoek zelfs een mooie prijs won. En dat allemaal in een paar jaar. Dezelfde jaren waarin je ook met Sarah, Marie-Lou en Lise kreeg. Waar jullie soms ook grote zorgen over hadden. We hebben veel gehad over de work-life balance. En ik hoop dat nu je proefschrift is geschreven en verdedigd, je wat meer tijd gaat vrijmaken voor de dingen in het leven die echt belangrijk zijn. Namelijk deze drie dames. Je bent een homo universalis. Je speelt piano, toneel, je bent creatief. Getuigen de kaft van je proefschrift, waar je alle acroniemen van je studies in hebt laten terugkomen. Je speelt badminton, je houdt van wielrennen en je zorgt ook heel goed voor je fiets. Daarnaast ben je een fantastische dokter voor je patiënten en een begenadigd operateur. Daar word je als promotor heel nederig van. Fantastisch hoe je je al die skills eigen hebt gemaakt. Zoals de meesten van ons weten bestaat talent niet, dat ontwikkelt zich in 10.000 uur die je erin stopt. Dus er zit al heel veel tijd en energie in al die skills. Iets waar het jou absoluut nooit aan ontbreekt. Dr. De Wulf, ik ga afronden, want anders ga je naast je schoenen lopen. Als promotieteam hebben we nog een mooi cadeau voor je meegebracht. Het is een chirurg die staat op een sokkel met daarop de chirurgische knoop die verwijst naar de jouw bekende Gordiaanse knoop. Een knoop
Een ontwarbare knoop, onontwarbare knoop die alleen met moed en doortastendheid kan worden doorgehakt. Twee kenmerken die perfect bij jou als mens en chirurg passen. Het gaat je goed en zoals Kees zou zeggen in potjes Latijn, horeca est. Dan gaan we aan deze kant verder, dokter De Wulf. Het is mij groot genoegen om u namens de universiteit, het college van decanen, te kunnen feliciteren met het behalen van uw dokterstitel hier. U bent een, zoals we allemaal al gehoord hebben, alumnus van het Gent, denk ik. Niet van hier, maar dan is het altijd een groot genoegen als iemand ons uitzoekt, onze universiteit, om zijn academische opleiding af te ronden. Dat hebt u vandaag gedaan met deze dokterstitel. En zijn we ook altijd heel dankbaar dat u ons uitzoekt om uw naam aan deze universiteit voor altijd te verbinden. U doet dat ook wel een beetje door in ons academisch ziekenhuis te gaan werken. Maar ja, of dat voor eeuwig is, dat weet je nooit. Met zo'n geweldige man die alle kanten op kan. Bij die felicitaties wil ik ook uw familie, geliefden, anderen betrekken die speciaal voor u hier naartoe gekomen zijn. I thank also the ones who participated as our guests from other universities. First, Dr. Professor Lange and Dr. Pullman, and also Dr. Augenstein. Hopefully, you can stay still a few minutes with us, although it is probably time to start your work in the United States now. Thank you for staying up at night, because we have always a photo session after this here. As long as we have online participants and they are also in the picture. Dank dat u ons hier die eer hebt aangedaan. En dank ook aan de mensen van buiten. Er vallen me twee dingen op. Volgens mij is het niet middelares, maar Maria Middelares. Daarmee hebt u toch verraden dat u niet zo in die katholieke achtergrond zit. Dat neem u niet kwalijk, maar dat is Maria Middelares. Klopt toch, hè? Het is degene die voor ons bemiddelt, niet middelares. Dan lijkt het een Italiaanse wielrenner of zo. dat één. En verder een waarschuwing aan de jonge dokter, die hier zijn chirurgische carrière in Nederland uit voortzet. Ik hoorde u even tussendoor zeggen, toen u een plaatje liet zien, ja, dat is dus het met mes en vork opereren bij de open chirurgie. Daar hebben wij natuurlijk een zekere traditie in en daar moet u mee uitkijken. Dat moet u zo nooit zeggen. U zit hier namelijk onder de ogen van de secretaris van de Vereniging van Heelkunde. En we hadden in der tijd een bekende, in Nederland bekende chirurg van Zeeuws-Vlaamse afkomst. Zijn zoon is van bij mij gepromoveerd en werkt nu bij u in de buurt in Rotterdam, bij de andere heren. En die dokter De Smet, heette die, die verklaarde op de televisie op enig moment op weg naar een of andere oorlogsbestemming waar hij zou gaan werken. Ja, maar hebt u dan al uw messen en al uw kostbare apparatuur bij? En toen zei hij, och, ik kan opereren met mes en vork als dat moet. Die man is berispend op het matje geroepen door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Want dat was een dermate grote ontkenning van de complexheid van ons vak. En wij waren in die tijd er net van overtuigd dat je net als cardiochirurg moest zeggen dat het allemaal heel moeilijk was. En absoluut niet de kreet hebben van dat kun je met mes en vork nog doen. Dus ban dat uit uw vocabulaire, want anders staat u binnenkort voor uw promotor met hangende pootjes om op het matje geroepen. Dat kun je niet zeggen als chirurg in Nederland. Dank u voor de wetenschap. Er zit natuurlijk wel een hele kern van waarheid in, natuurlijk, als je. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Dit is het einde van deze sessie die ik zo dadelijk ga sluiten. Wij gaan dus heel eventjes dadelijk met de corona op de prent. Ik zag dokter Van Dam, die heeft de camera bij zich, dus ga er nog even mee door. Intussen kunt u de zaal verlaten. Is er receptie trouwens? Zeker. Oh, hier in dit gebouw? Zeker. Oké, dan kan de rest vast naar de receptieruimte gaan. Want we gaan ook nog een foto maken op de trap. Dat noemen wij tegenwoordig een traditie. Dat bestond 3 jaar geleden helemaal niet. Maar goed, we doen dat dus toch. En dan voegen wij ons daarna weer bij u in de receptieruimte, waar je dan hopelijk al een bitterbal hebt kunnen bemachtigen en een glaasje bier in de hand hebt. Ik sluit hiermee deze academische zitting. APPLAUS
Dankjewel. Als ik hier sta. Loek, kun jij dokter Augenstein even op het grote scherm zetten? Dat is zo'n mapje. Jullie kunnen dus uit het mapje vallen. Kom even hier staan. Ik spreek.